kan helemaal uit de klauwen gaan lopen. Hey, zit dit die nieuwe toolboxen dan? Vlog. We gaan vandaag een broertje testritten van de RS6. Het is de RS7. We kunnen helaas niet met de Lambo op pad gaan naar Zonbeduid. We rijden over de A2 en daar woont echt Mart gewoon letterlijk naast. Gewoon echt pop afslag en zijn huis staat daar. Dus we gaan Mart even ophalen, gaan met mijn moeder zijn auto. Komt ook bij John vandaan natuurlijk, deze ook. En de auto die vandaag gaat testritten komt ook bij John vandaan. Dus mocht dat ook hier belanden op deze plek hier zo... Ik weet het niet. We zetten het avontuur weer door. Het zoeken naar een nieuwe daily. En dit wordt wel de lijfste en meest extreme tot nu toe. Kijk, we zijn natuurlijk op zoek naar een nieuwe daily driver. En we zaten eigenlijk een beetje tot en met de 60k zaten we een beetje te zoeken. Nou heeft John iets, hij zei Dom, ken de jong langskomen. Dit gaat helemaal geweldig vinden, Dom proefwagen. Ik ga het een kans geven. Misschien dat we gewoon gek gaan doen. Ook momenteel wat er gaande is in mijn leven. Het is echt nu helemaal niet erg om gek te doen. Daar ben ik natuurlijk al van. Maar nu al misschien helemaal. Dus ik sta er gewoon voor open. Geen ja, geen nee. We gaan er zonder oordeel in. En ik heb al wel eens in zo'n auto als dit getestrit. Alleen het verschil is dat deze is aangepakt en heeft een andere uitlaat. En dat maakt heel veel uit bij dit model. Staat natuurlijk al in de titel en thumbnail. We gaan eerst wel gewoon Mart ophalen. We zien het wel, jongens. Het kan helemaal uit de klauwen gaan lopen. Plek maken voor die lange. Bye. Je zit weer met zijn knieën in het bureau. Lekker, jongen. Yo, Mr. Marcel. Yo. Ja, dat is gewoon goed. Ja. Mooi man. Ja. Mooi dat we hetzelfde oordeel hadden. How's life, man? Yeah, good man. Ah. Waar is een metselaar het beste in op de snelweg? In Voegen. Hmm. Ja. Ja, die vond ik wel leuk. Genoeg geld verdiend. Ik ben slim geweest en ik heb dom gedaan. Dit ook niet door. Is een mooi kop van onderaan, maar mijn grote angst stemt ondergaan. John van der Rijt. John van der Rijt. John van der Rijt. En nu mag hij het zelf gaan doen. Want we zijn er, jongens! Ik ga John ook bellen. En dan kijken of hij opneemt. Zeggen dat we niet meer kunnen komen. Nee, gewoon kijken of hij opneemt op de John manier. Oh. Hij is er wel, want zijn auto staat er. Dit is de Vodafone voicemail. Hey! Voicemail? Dit is de Vodafone voicemail. Hij hangt me gewoon op. Er is zoveel reflectie, je kan nog niet naar binnen kijken. Nee, klopt. Ja, je wordt gewoon gedwongen om echt de showroom in te gaan als je een auto wil bekijken. Marijn van der Rijt! Is je papa er ook of niet? Jazeker. Oeh, die was goed. Brada. Oh, en Mart. Zelfs met jou goed. Let's go, bro. Hey, zit dit die nieuwe toolboxen dan? Ja. Fucking dik, gast. Holy shit. Ja. Veel groter ook, hè? Even aan de R8 sleutelen. Mooi, man. Die hebben we er ook van. Al die kasten. Al die nieuwe kasten. Hey, Johnny. Hey, jongen. Hoe is het, jongen? Goed. Ik ging je nog bellen in de hoop dat je opnam met je welbekende... Heb je gebeld? Ja, één keer. Echt waar? Ja. Oh, trouwens, ik heb mijn telefoon op de dinges liggen, mijn andere telefoon. Thuis? Om te uploaden. Nee, ah, video uploaden. Ja. Edit je alles op je telefoon? Alles. Is het niet heel veel extra werk en moeilijk? Nee, het gaat echt heel goed. Ja? Ja. Jullie kennen elkaar wel van, jullie hebben elkaar één keer gezien. Ja, we hebben elkaar een keer gezien. Toen was hij dronken en ik een nuttig. Ja, dat is waar. Dat is andersom. We zeggen volgens mij als het andersom. Ja. John, doen? Ja, jij hebt mij gelokt. Wel, wat mee? Ja, doe niet zo gek, man. Dat was stiekem, hè? Ja. Gaat John mij zitten appen? Ik heb nou toch wel een dom proefmobiel. Ja. Is dat echt zo? Ja, vind ik wel, anders had ik je niet geappt, hè? Nee, dat is waar. Nou, gaan we even kijken dan. Waar staat hij, Marijn? In de showroom. In de showroom. Oké. Okay. En John stuurde me alles al toe. Oh, hij staat ook echt op display gewoon. Jee, wat is die dik, hè? Je zei het, ja. Don wil een RS7. Misschien. 840 pk, 1100 NM. Je bent krank, Joram. Is dat van een klant voor jou geweest? Of heb je hem ergens zelf op de kop getikt? Ik heb hem gekocht. Het is geen bekende auto voor mij. Ja? Ik heb hem heel goed gecontroleerd natuurlijk. Ja, die werd me aangeboden. Die auto. Met de tune. Hoe, nergens storingen, geen problemen, nergens... Hij heeft decatted downpipes, frontdemper delete. Hij heeft eventueel die intake, eens kijken. Oh, John. Wat is die dik! Tering. Ja, dat is fucking mooi, hij man. Hij heeft Power Division intercoolers.
Dat wil je nog meer? Ja. Ja, wat wil je nog meer? Je wil mijn geld afnemen, godverdomme. Nee, maar goed, ik heb niet echt geld kost. Misschien hebben we een mooie samenwerking die ik raad in die auto rijdt. Ja, doe maar. We hebben een deal. Kramische remmen. En en carbon interieur exterieur. Ja, maar het soft close. Waanzinnig ding. Het juiste leer erin. Oh, John, stop eens even, man. Wat een fucking dikke auto. Kijk, ze stuur. Compleet Alcantara, maar ook de airbag Alcantara. Oh. Een ruimtetruck. Jee, maar hoe lang heb je hem nou staan? Een paar dagen pas. Ja, we hebben hem niet gepoetst. We hebben vanmorgen even snel gewassen voor je. Want okay. Hij stond op de planning om volgende week gepoetst te worden. Gaaf, hè? Oh, en hij is... En weet je wat zo leuk is van de R7, John, vind ik? Is dat je ziet hem zo weinig. Ja. Helemaal, de C7 ook, maar de C8, dit nieuwe model, zie je gewoon ook weinig. Zelfs de A7 of S7 zie je bijna niet. Mooi is wel, de C7, die staat daar, ja. Die was niet dikker gemaakt qua carrosserie. En de C8 wel. Pff, hij is heel dik, ja. En dan vond ik een, dat is ook altijd jammer aan de C7. Dus ja, dat kan je zien, ja. Auto. Als je er recht voor staat, kan je dat zien. Ja, die heeft geen dikkere schermen. Nee, die wielkasten zijn niet breed. De nieuwe R7 wel. En daar hebben ze super goed gedaan. Ja, deze valt gelijk op. Ja. Dikke bips. En dikke billen. Brede schouders, brede heupen. Heeft die wagen. Ja, hij is wel echt. Origineel 22 inch. Ja, John, vuile hond, joh, je weet het gewoon. Ja, maar dit is het toch? Jij kent me ook veel te goed. Ik ben al te vaak ingetrapt bij je. Potverdikke me, man. Nee, we maken elke keer een mooie deal wel. Ja. Loop je niet te naaien, hè? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Dubbel glas erin, hè? Oh, dit vind ik altijd zo vet bij Audi, dat je in het donker kan zien. Moet ik even op de startknop drukken. En hij is ook zo, dit is ook de perfecte auto om je camera neer te zetten voor het vloggen. Dat, daar moet ik naartoe komen geven, jongens. Dat is voor mij natuurlijk mijn dagelijkse kost. Sleutel zit erin. Want op de hemel, let op, hè. En dus om het kleppen dicht, hoor ik. Je kan de kleppen bedienen met RS-mode. Oh! Oh! John, kom eens even naast me zitten dan. Ja. Ik zei het toch? Hij is warm gereden net, of niet? Hij heeft wel even gelopen, ja. Is de toerenbegrenzer eraf? Dan kun je eens even... De reflimiter. Even kijken hoe warm is hier nu. Het is normaal tot 4000. 9 graden, ja. Probeer maar eens, ik denk dat hij eraf is. Ik zat nu op 5,5. Oh, fuck. Dikke, ik kreeg hem binnen en toen viel het kwartje. Ik moet even laten weten. Hé, hoe zag dat hij nou uit? Ik hoorde hem helemaal niet. Het is benzine op, mooi, hè? Dus de, hij zit helemaal vol. Alcantara hemel. Dus kleppen dicht. What the fuck? Wat een goed systeem. Niet normaal, hè? Moet ook even van buiten filmen zo. Wat een en het is. Ja, RS staat. Dus jij hoort gewoon RS hoort bij jou. En dan de mooie tweetertjes erin, hè? Rennsport 7, ja. Maar waarom viel het kwartje toen je hem kocht? Ja, sowieso is dit fucking vet om in je show te hebben. Night Vision heeft hij, ja. Oh, ja. Vision. Ja, Mart, blijf staan, Mart. Die broek is naar beneden. Dan zien we een gloeiende Unox-worst. Oh. Ik kan zien dat hij wel warm is daar. Ja. Dat gloeit wel het een dan. Dat gloeit wel iets. Er zal de GGD niet blij mee zijn, denk ik. Nee. Dit is altijd zo mooi ook. Maar dat vond ik het leuk aan die M3 die jij, dat is natuurlijk die ik getest heb. Maar die 330. Ja. Die M-Sport. Die 330i M-Sport. Ja. Dat vond ik vet, dat heel veel is analoog en je hebt heel veel knopjes en zo. Dat vind ik super dik. Ja. Maar dit is natuurlijk wel allemaal digitaal. Alleen wat voor auto je dan krijgt. En het is ook wel weer heel vet natuurlijk. Het past heel goed bij de auto. Overal die ambient light. Je hebt heel veel ruimte achterin. Dit is 100% zonder te twijfelen. Nu al de beste auto waar ik in getest heb in dit avontuur. Alleen hij is ook drie keer zo duur, denk ik. Ja. Want wat ga je ervoor vragen? Marijn, zit hij al online of niet? Volgens mij nog niet. Ben wel ingegeven van de week. Ik weet niet of je de prijs er al bij hebt gezet. Die wordt verwacht. Dan moet ik even kijken. Ik zal het zo meteen even over hebben. Is dat goed? Je moet eerst gaan rijden. Kom, platen erop en moet ik rijden. Godverdomme, John is ook weer slim. Dat geluidssysteem. Ja, BNO is dit. Is het BNO? Oh ja, lekker maat, dankjewel. BNO, en die tweeters hier ook voorin. Ja, die tweakers zijn super dik. Ja, je hebt hier dus RS mode en daar klik je dan op. Hier hoor. Wacht, ah. John, kan jij even remmen? Hoor dan! Holy shit! Ja, heel serieus. Dit is
legit, maar de glimlach die ik hiervan krijg. Ik hou gewoon zo erg van al die rensportmodellen. Het is niet te geloven. En ja, het is gewoon alsof het een diesel is. Alsof die uitgaat. Ik dacht ook net echt dat die uitging. Oh, ik dacht zelf ook. Ik dacht al van, hoe kan dat? Hij is zo geraakt. Ja, hij is overdreven stil, maar dat is ook precies wat ik ook zoek. Ja, dus inderdaad, wat jij echt... Dat is ook wat ik bij die andere modellen zocht, dat wel sportief is. Ja. Maar dat als je normaal rijdt, dat het kan. Maar dit is, ja, dit is hem natuurlijk gewoon. Je kan gaan discussiëren en zo. Dit is... En allemaal argumenten gaan opnoemen, maar dit is hem. Maar hij is alleen gewoon fucking duur. Volgens mij heb jij voor de RS6, de aankoop van de uitgebouwde RS6. Misschien zelfs daarvoor. Hebben we een keer, weet je, heb je ons blijven slapen, een RS7. Je hebt het er heel vaak over een RS7 gehad. Ik heb het er heel vaak over gehad, ja zeker. En zelfs heb je nog over een RS7 gehad om daar een whitebody van te maken. Heb je nog een keer tegen mij gezegd? Klopt, hebben wij zijn nog een keer naar gekeken. Ja, ja. Het hebben we nog zelfs helemaal bodykits naar elkaar doorgestuurd en zo. Dus ja, ik denk RS7. Ja, maar wel zonder bodykit. Ja, ik zou hem zeker ooit neerlaten. Zo elegant, bruut en ordinair tegelijk gewoon. Het is alles tegelijk. Zegt hij over een 840 pk RS7, maar verder zou ik hem ooit neerlaten. Hoeveel pk heeft de standaard? 600. Ja. 830 pk. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gechipt, intercoolers, Aventuri intakes. Ja, okay. Kom het even mee, dan kan ik het even laten zien. Ja, maar Marijn die gaat hem even naar buiten rijden. Kijk dan die lijn ook. Jezus. Dit is helemaal gestort. Je bent eigenlijk al bij Jan. Ja, dat zie je toch gelijk. Ja. En helemaal in het daglicht, jongens. Kijk even. Oh. Oh mijn god, wat een auto! Ah, we hebben die klep open hoor. Kijk, oh, komt de auto aan. Ik kwam net van voor filmen. John, eerst koffie maar, denk ik. En jij wilde even wat dingen laten opleggen. Nou, ik kom niet in mijn woorden, man. Oh, mijn god. Wat een ding, hè? Twee nadelen aan deze auto. Hij is hier getuned binnengekomen, dus daar heb ik natuurlijk een beetje mijn twijfels over. En de prijs. Maar aan de ene kant... De prijs weet je niet. Dit is gewoon meer omdat ik dan even... Ik had natuurlijk gewoon een plan. Ik dacht, ik ga me dit keer... Een beetje gedragen. Ja, ik dacht, ik wil me dit keer een beetje gaan gedragen. Het lijkt me ook wel eens leuk om gewoon in een wat gemiddeldere auto te rijden. Ook gewoon heel dik. Ja. Maar niet meer zo extreem. En dit is natuurlijk weer zo extreem. Maar het gevoel wat ik hierbij krijg. Ja, dit zijn de leukste dilemma's die je kan hebben, John. Ja, dat is een luxe probleem. Dat is een luxe probleem. Ja, dat sowieso. Ik kom even gezellig bij je zitten. Zo. Hij is sowieso goedkoper dan wat ik terugkrijg voor die RS6. Ik moet me gewoon. Dat is het ook gewoon. Ik moet mezelf. Ik heb gewoon een soort bewijsdrang naar mezelf. Dat ik me constant mezelf daar moet herinneren dat dit gewoon belachelijk is. Daarom wilde ik ook een keer wat minder extreems. Moet je blijven beseffen. Daar komt dat heel erg bij mij vandaan. Echt dat... Oké, wat zit erop, John? Dit zit erop. Heel deze set zit er sowieso op. Dat is de Aventuri intake. Ja. De Power Division intercoolers. Die siliconen slangen. De aangepaste damp. Siliconen verkocht. Siliconen. Ja, dat dacht ik al. En dan is deze nog gezet naar 840 pk. Ik heb degene gesproken die dit heeft gemonteerd. Hij zei, die heeft 840 pk. De voorpijpen, er zitten normale dempertjes tussen, die zijn ook delete. En hoe voel je het vermogenverschil? Of nou, ik kan beter vragen, nou, hoe erg voel je het? Nou, het verschil. Ik rij zelf mijn RS6 ja. met 600 pk. Hetzelfde blok. Ja, dat is echt een verschil. Ja? Ja, dat is echt. Is het verschil prominent aanwezig? Ja, we kunnen zelfs om allebei gaan rijden dadelijk. Voor mij ook, maar nee, dat is echt een verschil. Dus ook geen dure set, hè? 12.000 euro voor die set. Ja, en dan is het los, moet hij er gemonteerd worden. Maar, zitten er nieuwe banden onder of niet? Maar moet ik even kijken. Brex tuning, dus als je bijvoorbeeld hier kijkt, sta je. Dus Brits of zo, hè? Wacht even. Brexit tuning. Wat is het verschil? Kijk, deze is stage 2, maar het is een stage 2 plus kit. Dus dat is niet deze, maar heb je een stage 2 plus. En die heeft een plus. Die staat hier ook niet bij. Maar als je bijvoorbeeld deze kijkt, dit is stage 3 plus. 40.000 euro, daar koop je gewoon een fucking mooie GTI voor. Ja, hier, eens kijken. Voor een kit. Ja, maar er zitten turbo's nog bij en deze voorpijp heeft hij ook. Dus die... Kerimmers, hè. Maar dan heeft hij tussen 1000 en 1080. Ja, maar dan... ik zie geen nieuwe aandrijfas liggen. Nee. Die zie ik er niet bij zitten. Ja, dat moet ik niet willen, man. Nee, maar dat wil je niet willen. Dit is ook wel het max wat je kan halen uit die blokken, hoor. Ik zou ook, als je bijvoorbeeld kiest voor zo'n auto, dan zou ik sowieso de onderhoudinterval van de olie een beetje terugstellen. Ik zou wel heel goed op je olie letten in ieder geval. Dat is toch 840 pk, is veel, hè? Dat gaat slurpen, maar. Maar zorg dat een auto
warm is voordat je gaat stampen, zeg maar, dat voordat je een keer gas gaat geven. En dan moet het wel allemaal heel blijven. Ik ken dit bedrijf helemaal niet. Hoe betrouwbaar is dit bedrijf? Ken jij het? Heb je research gedaan? Ik heb het gevonden op AliExpress. En dat schijnt gewoon echt heel goed te zijn. Allemaal goede recensies. Ik heb rechtstoeling wel. Maar dan moet ik eens even... Wat is hun reputatie, zover jij weet? Voor zover ik weet, goed. Oké, dan mijn camera hier nu. Ik ga nu maar eens Dennis vragen. Die weet er, of die kent dan ook wel, dat kan bijna niet mis. Ja, dus dat. Dus gewoon even mee rijden, kijken waar je gevoel bij is. Dat is voor de potentie, hè. Waarom ligt hier een ei? Als we meer eiwitten moeten hebben, dan pakken we weer een eitje erbij. Oh, als we echt heel goed moeten nadenken, dan vreten we eens een ei op en dan kunnen we weer nadenken. Maar wat is, stel je voor, ik heb problemen met die waag. Ja. Door de tune. Ja. Wat kunnen we dan afspreken? Als je problemen mee krijgt. Ik heb met het bedrijf al contact gehad die dat heeft gedaan. Ja. En die zegt, of ja goed, die geven ik aan. Kom gewoon eens in de zoveel tijd even bij ons binnengereden. Dan lezen ze hem even helemaal uit. Dan gaan ze checken of er alles nog goed staat. Dus dat is ook de service die hun bieden. Dus je kunt gewoon bij hun langs gaan. En dan gaan ze gewoon elke keer die auto uitlezen. Even monitoren of er alles goed gaat. Maar stel je voor, ze kunnen uitlezen dat dat blok in de soep is gelopen door een fout in de tune. Ja. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij mij zeker. Waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Maar ik kan wel even bellen. Want het is, heel veel tuners geven garantie op hun werk. Ja. Maar geven ze ook echt garantie als die motor stuk loopt door de tuning. Ja. En wanneer loopt de motor stuk door de tuning? Kun jij dat uitzoeken voor mij? Ja, goed. Dan ga ik even bellen. Maar dat is inderdaad wel belangrijk om te weten. Het zijn ook hele slimme vragen die je stelt. Hè? Want ik had het niet anders verwacht van jou natuurlijk. Hè? Een hele slimme jongen. Maar dat is inderdaad wel goed om even uit te zoeken. Want dat is voor mij dus ook... Ik heb bijna nooit gechipte auto staan. En, alleen je eet zelf wel een chips. Ja, dat kun je wel zien. Mijn Jupke. Oh sorry. Ik beledigde je bijna. Dat moet er wel bij nog. Ja, heb ik wel Jupke bij. Ik heb hun al een telefoon gehad erover. Maar even over de garantie. Even kijken wat daar... Maar wanneer... als een motor stuk loopt... Hoe kun je dan bij een tuner aantonen... Dat het aan die tune ligt? En dat is altijd een beetje dus het alletje onder het gras. Het is een rijdende computer, hè? Ja, dat klopt. Ze kunnen waarschijnlijk precies zien waar het gebeurd is. Ja, en anders daarom, kunnen ze het wel ver komen en uitzoeken. Maar dan ben ik benieuwd hoe hun zitten met hun garantie erop. Hè? Dus stel, er is inderdaad iets verkeerd gegaan door de tuning. Dan ben ik benieuwd of ze er iets aan doen. Maar dan kan ik even die vraag kan ik stellen. En hij gaf wel aan van als je ooit... Eigenlijk is het gewoon verstandig om eens in de zoveel tijd even met de auto te komen. Dan checken we hem even en dan lezen we hem eruit. Kijken of er niks scheef loopt of zo. En dan... ook zeker voor het bouwen van auto natuurlijk. Hij is ook, omdat in het zwart is die toch wel een stuk mooier dan in het grijs. Die grijze ook. Maar je hebt laatst ook, die is verkocht toch, die grijze? Ja, maar ik had er twee staan. Oh, dus één daarvan is verkocht. Voor een C8, zelfs met een nieuwe uitlaat, klinkt die waanzinnig goed. Ja, maar vanaf de downpipe is je origineel, hè? Er zit nog die andere Ja, maar dit is die precies goed. Dit is maar precies goed. De einddemper, het cutback gebeuren, zeg maar, is allemaal origineel. En dan klinkt die als de brandweer. Ik heb bij mij nu de downpipes gedaan. Bij jou RS6. Racecats, BTM Turbo uitlaat eronder, ja. OPF Delete dan. Die klinkt nog luider dan? Nee. Nee? Die is veel rustiger. Dus ik ben nog steeds, dan ga ik ook die voorpijpen doen. Want ik, op een of andere manier is het best wel lastig om daar een dikke geluid uit te krijgen. Ja, ze maakt het steeds lastiger. Ja, maar deze pijpen die je op beeldscherm ziet, die moet ik eigenlijk nog hebben. Op het beeldscherm gehad? Verdammel, ik ga gelijk naar Ik voel al helemaal aan mezelf hoe laat het is. Oh, wat erg. Echt het enthousiasme, het schiet bijna gewoon uit al mijn poriën. Alsof het gewoon mijn huid weg wil drukken. Hoor dan! Oh, en dan heb ik ook die achterwielen die meesturen. Ja, dat zie je nu. Ja. De laadruimte is natuurlijk ook echt subliem. Kijk hoe groot die achterbakklep is. Ah, dat is echt. Dat is ook nog eens geweldig. Achteruitrijcamera. Hij heeft 360 toch? Ja. En dit is ook optioneel dat alles carbon is. Nou, ik kan amper praten, man. Zo. Oh, zo. Ja. Echt alsof die uitvalt. Hoe kan dat, joh? Nou, dan gaan die kleppen dicht. In één keer is je rustig, hè? Ja, als ik praat heb ik soms ook... Ja, dat klopt. Maar wat een verschil met die uitlaten. Dat is echt niet normaal, hè? Krankzinnig is het. Dit is echt van de week... Heb ik in mijn spreekwoordenboek een spreekwoord gelezen. Men moet zeilen terwijl de wind waait. Ja. Nou, die spreekt voor zich, denk ik. Hè? Ja. Dit is zo'n unieke kans. Er staan er in Nederland doorlopend 4 te koop, 5 te koop. Dat is al veel, denk ik. John, ik ga rijden. Ja. Hij is helemaal lief. Ja, man. Hier, RS in de mat. Ik stoel verkoelen. Ik kan er niks aan doen, John. Dat wekt bij mij een gevoel op.
Ik vind Audi gewoon, dat is mijn auto, ja. Dat is Deutsches Fabrikat, ja. Dat is einfach krank, verrückt, ja. Even kijken, draadloos. Even wachten. Even wachten. Nou. Ja, mijn telefoon is ook erg... Oh, ja, doet het. Ja, mijn telefoon is zo naar de klote. SIM-kaart, SD-kaart, twee USB-poorten. Dan hebben we ook nog volgens mij ergens USB-C, toch? Of heb je dat nog niet in dit model? Maar niet die kleine, nee. Nee, USB-C niet. Nou, dat maakt niet uit. Ja, USB. Gewoon. Voer de stoelverkoeling? Stoelventilatie? Hey, stoelventilatie! Ja, verwarming, ventilatie. Alles. Wat? Echt alles? Voller dan vol. Voller dan vol, jongen. 55 gelopen. 55.822 kilometer heeft hij gelopen. John vraagt er afgerond 156 voor. Gewoon afgeleverd. En wat ik mijn eerste R6'je gekocht, heb ik apart nog velgen bij moeten kopen toen. Ja. Heb je die performance velgen gekozen? Ja. Voorkant zit ook in de PPF. Oh ja, trouwens, heel nuttig. Ook de nog? PPF. Ja, en dit ook hier. Ook nog, steenslagfolie helemaal, geweldig. En daarom dacht ik aan jou. Succes. John, dank u. Wij gaan rijden. Oké, okay, één ding, we mogen niet naar dat plekje waar we vorige keer waren. Nee, daar gaan we ook niet mee. Ik wil sowieso een ander stuk rijden. Ik wil even een stuk snelweg deze ook meepakken. Niet alleen maar binnendoor. Maat, wat een wagen. Wat een wagen. De schlüssel. Eens kijken, daar staat ook perfect. Ja. Maar de foute Sjaak, hè. Dit is de sleutel. Ja, wel lekker versleten is die. Staat je wel verdomd weer goed, hoor, die RS. Heb je een stoelverkoeling ook achter? Heb je ook stoelverkoeling achter? Mij wel, ja. Oh, ik heb nog nooit een RS6 of RS7, ook van de C8, het nieuwe model, zo vol gezien. Fuck. Oké, okay, we gaan gewoon rijden, want we praten te veel. We moeten gewoon gaan rijden. Met de klep open dan, want ik dan. Ja. Hier. Oh. En dubbele... Waar heb ik ook mijn telefoon gelaten dan? Oh ja, hierin. Dubbel gelaagd glas, hè. Ook nog, voor akoestiek. Ja. Handrem eraf. Zo, hij stuurde heel scherp natuurlijk door die achterwielen die meesturen. Haha! Oh, jezus, gast. Zo, ja, de bak is opnieuw geprogrammeerd. Ik voel het en ik hoor het. Ja, dat hoort sowieso bij die tune natuurlijk. Dat moet ook wel. Hoorde je hoe die terugschakelde? Ja, ja. En hoe, hoe snel die reageert als je dat gaspedaal aanraakt? Wee, yo, gast. Kids, oh, holy fuck! Hoe snel zit hij op de 100? Ja, dat moeten we even kijken of het op die kit staat als je hem tuned. Oh, maar dit is echt precies goed, want het is niet te veel pops en bangs. Niet dat het helemaal pap naast put, alsof klopt, dat ding aan de scheid is, weet je wel? Ja, klopt. Oh, die 360 graden camera's ook. Zo, die is HD, HD, hè? Hoe die al rijdt gelijk, hoe het aanvoelt. Ja, gewoon Audi, oud en vertrouwd. Het klinkt het fantastisch goed. Zo, hoor je die turbos afblazen? Ja. Echt. Wow. Holy fuck. Ja. Oh. Ik heb het heet ook. Ik ook. Wow, wat is dat sturen goed. Oh mijn god. Dit is helemaal gestoord. Hoor die turbos fluiten? Ja, maar! Het lijkt wel een supercharger zo erg. Het is insane. Je hoort gewoon... Dit is niet normaal, joh. Ja, man. Nee, dit. Weet je wat het is? Wat de vorige... Ik heb deze als getestrit. Volgens mij ook bij Greper Automotive. Nee, dat was bij Akker. Bij Akker was dat. Maar akker! Ik weet nog toen dat ik dacht van, het geluid klopt niet, hij is te goed, hij stuurt te goed. Hij was eigenlijk niet meer zo grof, het rauwe randje was eraf als bij de vorige modellen. Maar deze, door het aanpakken van het geluid, die tune, die bak, is zo bizar scherp en goed. Dat is gewoon what the fuck. Ja, want ik ben serieus gewoon verkocht. Die auto ik ga John vragen of hij hem gaat reserveren. Ja, ik het is klaar. Die auto is ook verkocht. Dit is outer. Fuck, wat is, lijkt wel een raket! Wow!
gedaan, man. Oh, Mark, ik begin helemaal te zweten en te trillen van adrenaline. Ik heb de handen, gewoon. Oh, die shit, gast. Jongens, sorry, maar ik ga echt niet verder testrit. Ik ga vragen als John of Team wil reserveren. Dan moet ik waarschijnlijk gelijk... Holy fuck! Wow! Man. Maar waarom zou ik het niet doen? Ja. Luister, doe het! Ik ben 24, het kan. Je hebt geen reden om het niet te doen. Ik heb geen reden om het niet te nee, doen. Nee, echt niet. Fuck it! Doe het gewoon. Oh mijn god, maat. Wat een auto. Mm-hmm. Oh. Ik wist gewoon, toen John dit dan naar me stuurde, dat als ik ging testritten, dat het klaar was. Ik dacht, als ik ga aan de week, eigenlijk al dat ik hem koop. Maar zoals John al zei, ik heb het zo vaak met John gehad over die RS7. Dat is niet normaal. Kijk, die RS6 die ik had, die ik zelf gebouwd had, die bak was niet eens zo goed geprogrammeerd als deze. Deze is zo snel met reageren. Ik raak de flipper aan en voor mijn gevoel gaat hij al. Net als dat systeem in McLaren, ken je dat? Met die touch erin, dat als je hem alleen al aanraakt, dat hij al weet dat je gaat klikken. Nee. Zo voelt het. Ken ik niet. Wow. Het is dat jullie het niet kunnen voelen door je scherm. Maar het gevoel dat deze auto geeft, qua snelheid en beleving... Klaar. Het is gewoon niet. Ik kan gewoon niet filmen als je dat doet. No. Het is gewoon. Ik ga helemaal zo. Ik ga mijn vader gelijk bellen zo. Ricordare quando torno in Venezia. Even die vierwielbesturing testen. Holy fuck! Deze moet ik echt niet hebben! Deze moet ik echt niet hebben, gewoon! Wow, joh, wow, joh, wow, wow. Wat gebeurde daar? Oh! Ik dacht echt. Oh, ik weet niet wat ik dacht! Ik ben denk ik nog nooit zo hard in een bocht gegaan. Nou, het kan nog harder hoor, als je er een vraag kunt krijgen. Oké, er is niemand achter ons, zou ik even uit stilstand? Ja. Deutsches Fabrikat. Ja, ja, ja. Idioot. Ja, ja, mijn mama, mijn mama. Hi Don, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oh, wacht even. Ben jij toevallig thuis? Want ik sta met weg met mijn fiets. Nee, ik ben bij John. Oh, kut. Nou ja, dan wordt het lopen. Geef niks, station. Is Paat thuis of is hij aan het werk? Nee, die is vandaag toevallig weer aan het werk, maar mijn pijp die blijft in mijn ketting hangen. Dus ik ging bijna op mijn bek, dat ging goed. Dus ik loop wel terug naar huis. Komt goed, schat. Oké, laat even weten als je thuis bent. Ja, komt allemaal goed. Ik denk als jij thuis bent is het handig, maar zo lukt het ook wel. Oké. Goedjes, Johnny. Succes. Doei. Dames en heren, tijd. Voor wat flybys! Dat deed gewoon echt pijn aan mijn oren, ik zweer het je. Dit is absurd! Oh mijn god, wat is dat hard! Niet nor fucking maal dit! Dit is niet normaal. Het gaat hem worden. Dit is niet normaal. Nee, dit is echt niet normaal. Deze heb gewonnen. Ja, dit is hem. Oh ja! Hoe stil die is? Mag ik dan de raam allemaal open doen?
kan niet anders zeggen dan geweldig. Misschien wel qua feel, qua plaatje. Nou, ik weet het niet. Geen raamlijsten, fucking dik. Dit, ik weet nou niet. Is dit de beste auto die ik ooit gereden heb voor mijn gevoel? Ik ben nu gewoon veel te enthousiast. Ik weet het ook allemaal niet, jongens. What the fuck? Het was zo dik. Ja. Alsof er een leeuw langs rende gewoon. Oké, jongens, ga snel terug naar John. Ja. Het ziet eruit dat ik hem ga kopen. Dan ben ik heel benieuwd hoe deze auto gaat aanvoelen qua als ik hem echt op zijn staart ga trappen. Dus echt, echt hard door bochten rammen. Echt vol vermogen, maar ook gewoon chill ermee rijden. Ja. Echt gewoon als je hem dan echt gaat gebruiken, weet je. Ik zit ook echt, moet je kijken hoe ik achterin zit. Ja, je hebt alle ruimte. Ik heb gewoon alle ruimte. En maar ik ook hier, kijk. Ik heb gewoon nog een stuk over. Met mijn 2 meter. Die P&O is ook echt geweldig. We zijn er. Spiegels gaan natuurlijk wel inklappen. Ga ik vanuit. Ja. Hey, Johnneke, één vraag. Ja. Mag ik deze vasthouden? Ja, is goed. Hij is niet normaal. Hey, bruut, ik ben dood van de indrukken. Ja. Gewoon, ik ben overprikkeld. Heb ik niet snel. Nee. Ik ben echt gewoon kort. Hey, je bent altijd wel rustig. Ja. Ik ken jou zo ook helemaal niet. Kan jij hem reserveren voor mij? Gewoon serieus. Ik ben echt serieus. Ja, niet zo kan. Ik ben serieus. Dan zie je het toch? Ja, dat twijfel ik wel eens aan. Nee, dat is goed. Wat? Ik kan alleen maar lachen. Ik zie ook aan Mart, Mart is gewoon ook klaar. Ik ben gesmet. Gewoon van enthousiasme, kan je nagaan. John, kan jij missen uit en aanklikken? Ja, nee. Jazeker. Kijk. Dit is een top. Ja. Dit is open. En dat is open. Gaaf, hè? Kijk. Oh, it's a beautiful! Een van de weinige plekken in mijn huis die nog niet aangepakt is, is natuurlijk ook mijn garage. John kan me misschien met iemand connecten. Ook een fucking vette vloer kunnen maken. Misschien kan ik dan tegels kijken of dat bij Shahid kan. En anders misschien laten stukken of tegelen. Want als dit en die Lambo in de garage staat, dan kan die garage niet de agenebbers uitzien natuurlijk. Ik heb ook nu ergens een foto dat hij helemaal een gevlamde vloer maakt met Lamborghini groen erin. Oh. Split in tweeën. Eén kant waar de Lamborghini staat. Ja. En één kant Audi. En dan ook het logo erin misschien of zo. En aan de andere kant misschien wit, anthraciet, zwart en rood of zo erin. Ja, fucking vet. Echt een beetje Audi kleuren zo. Dat is wel iets vets om over te brainstormen. En RS logo erin. Kijk, hier staat hij dus in het grijs. Ook waanzinnig bruut, maar dan zie ik hem liever in het zwart. Het is iets zakelijker of zo. Die anders wat bruter staat, wat bruter uit als die zwart is. Wat bruter. Veel bruter. Ja, vind carbon. Je? Carbon, ja, de carbon en al. Ja, deze heeft ook geen carbon pakket, nee. Dit is allemaal pianolak, zwart. Is het niet omrijden voor jou dan? Dus hier 55 minuten en dan ook nog een uur en een kwartier. Maar! Dat was nog zeker. John heeft de tuner aan de telefoon om gelijk even dingen uit. Oh, heb je al. Wil je een bakkie? Ja, lekker, heel graag. Welke? Doe maar zwart alsjeblieft. Ik heb even gebeld. De service interval is teruggezet naar 15.000 kilometer. Dus geen 13, maar 15. Ja? En dan elk half jaar kun je daar gewoon naartoe. En dan gaan ze die auto even loggen, even kijken of er alles goed staat. Omdat zijn auto wel extra in de gaten moet worden gehouden. Ja, maar hij kan gewoon alles ermee doen. Kan hem vol intrappen, kan terugschakelen, kan hem... Ja? Ja, alleen dan wel zo dat hij warm is. Ja. Hey, dat is vanzelfsprekend, John. Warm is je niet binnen een minuut of 10, dat is echt wel lang. Je gaat toch ook als je gaat bankdrukken, ga je ook in één keer 100 kilo doen? Ja, ik wel. Ja, wel, sorry, sorry. Dat kun je wel zien, hè. We zijn aan het lakken. Nee, ik absorbeer hem. Ja, dat is wel. John, ik ben echt verkocht. Het is dat ik jou kan vertrouwen en dat ik jou gewoon goed ken nu al een paar jaar. Maar ik had deze enthousiasme bij een andere verkoper niet in kunnen houden, bij een andere auto verkopen. Ja, en dan moet je wel altijd. En trouwens, dat is eigenlijk niet helemaal zo. Ik vind het wel. Ik vind het altijd mooi als een klant zijn enthousiasme toont. Zo moet je blijven een typetje doen, hè? Zo van, hoi, moet ik niet altijd. Maar ik vind het toch mooi als je een stukje droomauto hebt gevonden, is te gaaf. Ja. En dan wil je steeds niet zeggen dat je met onderhandelen bijvoorbeeld of iets, hè, met de inruilprijs van je auto dan, maar alles moet toelaten. Je moet toch gewoon op je strepen staan, maar je mag wel enthousiast zijn. Ja. Maar soms moet je echt doen helemaal niet, hè? Nee. Ja, doe echt niet normaal. 10! Hij verwachtte hem zo erg. Jou lukt iemand anders. Ik schrik me elke keer heel veel tering. Maar het schijnt dat je meer heftiger schrikt als je stress hebt. Dus dan heb je echt geen stress. Des te meer stress, des te... Nee, timing. Het is timing. Het is allemaal timing.
Ja, maar jij... Ik weet nu al dat Mar me terug ging pakken, snap je? Ja, ja, ja. En ik heb er altijd een scherp oog voor als mensen me in de zeik nemen, nee. Omdat mijn pa deed niet anders bij me als kind. Ik dacht er niet eens aan. Hij zei... Ja, ja, doen. Ja. Kom nog wel een keer. Sommige... Oh, ik ben zo vaak geschrokken. Het lukt jou nooit. Jou heel soms. Jou lukt het. Gisteren nog. Nou ja. Kan de wc doen zo. Ja, ook liep naar buiten om een peukje te roken. En ik ging naar de wc en ik liet de deur parkier. En ik zat nog te luisteren. Gaat hij nou naar buiten? Ja, volgens mij wel. En hij liep waarschijnlijk op zijn tenen en ik hoorde hem niet. En ik keer, pats. Ja, dan schrik je wel. Ja, dus daarom, het gaat om hoe je timed en hoe je het voorbereidt. Ja, maar dan nog gaat het mis. Dennis, die maat van mij, ja? die heeft heel vaak hier om het hoekje gestaan. Ja? En op een gegeven moment, ik ben erop voorbereid. Hè? Ja. En dan komt de deur uit, kom ik de hoek om en... Hij, wow, dat schrikt mij nog kapot. Ja, hij ook, hij heeft dat ja, ook, ja. Blijf schrikken, ja. Ik weet niet wanneer hij komt. Hij komt eraan, maar wanneer? Maar ik ben ook wel heel vaak van Jan Lul, dan kom ik uit die wc gekropen als een of andere debiel. En dan staat er niemand. Dus John, het is weer zover. Ik wil weer de auto van je kopen. We gaan het doen, maat. Leuk. Ik ben helemaal enthousiast. Helemaal gaaf. Speciale levering? Hè? Speciale levering? Dat klinkt fantastisch. Je ras van ouds, hè? Gaan we weer gek doen? Dat is goed. Leuk, fucking leuk gast. Ik vind het helemaal geweldig. John, weer de auto bij John, hè? En niet zomaar eentje. God, ja, nee. Ik wist ook, ik zei dan tegen die gast in de auto, ik wist, als ik deze ging testritten en hij klonk goed en nou, ik heb natuurlijk al eens in getestrit, maar toen voelde het gewoon net even te goed allemaal. Ja, het rauwe randje was eraf. Ja, maar alle respect, het Tesla gevoel is te hoog in een standaard stok R6. Maar dit, R6. Nu, nou is die hoe die hoort. Hij is hoe die hoort. Power en weinig beleving. En ja. Daaraan moet er wel iets gebeuren aan zijn auto. Wil je die lol hebben in die auto? En dat heb ik met mijn eigen auto ook meegemaakt natuurlijk. Nou, eindelijk geluid in wat ik graag wil. Ja, precies, met deze ook. Ja, dus dit is dan ook extreem, ik vind het gewoon echt jammer dat ik er nu niet gelijk mee weg kan rijden. Ja. Nice. Ik vind het helemaal geweldig, die auto. We spreken wel weer even af wanneer. We moeten hem sowieso nog helemaal poetsen. Ja. En hem klaarmaken, even door de werkplaats. Even kijken wat er allemaal moet gebeuren. Rustig aan. Nee, jij rustig aan. Ja, je bent die auto of mijn enthousiasme? Ik moet gas geven, ik moet zorgen dat ding klaar is. Ja, dat doe je al de hele tijd zo te ruiken. Ja, klopt, dat ben ik, ja. Kijk, dat is lief. John gaat even de bandenspanning controleren. Hij zat een onderhoudsmelding en dat de bandenspanning niet goed is. Dus John pompt even snel de banden op. En dan moet mijn moeder zelf binnenkort... Hè? Ik heb toch een zwak van je moeder, hè? Nou, in dit geval werkt het in de voordeel dan. Ze moet zelf binnenkort dan even een beurt inplannen hier, man. Want sinds dat ze dat ding heeft, is ze niet meer teruggekomen volgens mij, hè? Nee. Ja, was veel druk weg? Stond op 2 bar. Ook hoort alleen het woord bar, denk ik. Mijn ma heeft dus schade gereden. En John ziet dat. Godverdomme! En die gaat gelijk aan de gang. Poetsen. En is dat polijsten of wat is dat? Ja. Er zat echt een hele zieke vee gewoon. Ja, en is helemaal weg. Er zat echt schade gewoon. Allemaal krassen. En... Ja, is niet helemaal weg, maar het is wel... Ja. Nou, je ziet een beetje waar het nog zat, als je goed kijkt. Ik heb zo'n ding hier zitten. Alsof ze langs een muurtje is geschramd. Ja, zo jongen. Die kan het er nou niet laten. Die gaat gelijk aan de bak. Prachtig. Mart komt op TikTok. Komt hij mijn auto tegen die bij VDM staat. Ik ben getagd. Oh, ben je getagd? Fucking dikke edit van gemaakt. Oh, blijft het dan toch jammer. Oh, dat is die dik. Oh, ja, blijft jammer. Maar hey, dit is wel een goede vervanger, ik of niet? Even, ja, verdomme. We moeten gewoon afscheid nemen. We komen heel snel terug. Moet alleen even timen met of het nog kan voor mijn operatie. En anders daarna is het herstellen. Kom ik hem daarna behalen. Daarvoor denk ik wel, hoor. Hè? Dat moet wel lukken. Ja, maar dat is ook even kijken met de RS6 en zo. Ja, ja. Want ik heb liever dat ik gewoon mijn geld in mijn BV laat. Dat ik dat niet eruit trek. Want die RS6 is privé, ja, dus dat is makkelijk. Dat kun je misschien combineren met de Lambo. Die zat ook ingepland, hè? Voor dat moduletje voor jouw stralenverhelling en voor die striping. Oh ja, ja, ja. Dan timen we dat tegelijk. Heb je dat al binnen, al die module, ja, en die striping? Ja, hebben we al binnen. En volgens mij hebben we ook al ingepland. Oh, dat heb jij mij helemaal niet laten weten dan. John heeft de spullen, hoor, kijk. Voor de Lambo. Voor de Lamborghini. Met een Audi logo erop. Ja. Ik blijf gewoon fan van Audi, John. Je kan het van alles zien. Hier wel, hè. Oh, kijk, mijn naam staat er ook op. Dit is, Dus onderhoudsbeurs staat ingepland. We moeten alleen even kijken rondom Ricketing natuurlijk of we dat kunnen plannen tegelijkertijd. Dus dat ik kom met de Lambo aan, die laat ik hierachter dan voor onderhoud. En dan rijd ik met de RS7 terug. Dat zou helemaal top zijn. En anders, ja, we moeten even kijken ook met de RS6 en allemaal gedoe. Maar we gaan sowieso werk ervan maken. De stickers voor de zijkant. Ja. We gaan weer terug met de wagen van mijn moeder. Die is ook lekker opgepoetst. Ja, het gevoel wat ik nu kreeg heb ik voor het laatst gehad toen ik mijn allereerste RS6 kocht. Dat was ook hier bij John. Het is vol. Ik heb dit heel lang niet gevoeld. Bepaald enthousiasme. Ik ga gelijk in de auto even mijn pa bellen. En het is mooi geweest. John, ik ga heel snel zien, maat. Tot de volgende
volgende keer. Tot de volgende, bedankt weer. Yo. Tom. Hey pap. Hallo jongen. Ben ik gelegen? Jij bent altijd gelegen, dat weet je. Ik heb een nieuwe auto. Ja. Mag ik het raden? Ja, je mag het raden. Audi RS7. Ja, goed geraden, pa. Ja, ik hoor John al lachen op de auto. Hij heeft echt een mooie auto, gekocht. Dankjewel, pa. Hey, we gaan even kijken hoe dat moet met de datum inplannen. Maar jij moet er wel als een van de eerste in rijden natuurlijk. Dat ding is niet normaal. Maar ik ben wel bang dat die auto gelijk over de grenzen rijdt. Ja. Gelijk op die autobahn, ja. Ja, uit en uit gedaan. Ja, hé, hey, hartstikke mooi. Ja, 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 hoi, hoi, hoi. Ja, 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 ja. Jezus, wat is dit? Moet je kijken. Je weet dat mijn leven is zo weinig. Oké, jongens, ik zit te bellen met Roy. Ik app hem. Als je toevallig mijn vlog te kijken, trouwens supporter, die Mavo. Oké, maat, ik ga je nu foto's sturen, ja? Ja. Welke auto denk je dat het is? Ik zit nu op 4 minuten van je nieuwste vlog. Of tenminste, die nu nieuw is, voor mij nog. Daarin heb je het over de meest donkproof auto van John. Ja, dan moet ik gelijk denken aan een light busje of zo. Nou, check nu je WhatsApp. Check nu je WhatsApp. Ja, moet toch gaan wel. Ja, ja, het is geen busje, maat. Wat? Maar, huh? Nou, nah, mama, dit is toch ver boven je budget? Ja, dat had ik... Kijk, ik wilde gewoon dit keer niet te gek doen, maar ik reed erin. Ik dacht, ja, fuck it, waarom niet? Nee. Ik dacht, ik koop gewoon een keer iets minder... Ik heb de nieuwste generatie RS7 verkocht. Ja, maat. Oh, mijn god. En, maat, oh. Dit ding is zo snel. Hij is getuned. En er zit een nieuwe uitlaat onder. Hij is belachelijk. Maat, als je deze vlog gaat checken... En je gaat hem daarna echt horen, dan weet je niet. Ik kan nog even niet geloven dat je dit serieus hebt gekocht. Ja, ja, ik meen het. Je bent uiteindelijk gewoon... Het is niet alsof je even een paar duizend euro boven je budget hebt gedaan. Je hebt gewoon letterlijk het dubbele budget hier aan besteed. Ja, keer 3. Ik weet niet wat die John hier losmaakt, maar die kan wel auto's verkopen. Ja, ik denk dat hij ook hypnotiseur is of zo van beroep, want het ging niet goed. Ja, maat, ik wil net zeggen, heb jij je voorhoofd gevoeld toen je ja zei hierop? Nou, genoeg ruimte, dus ik heb echt goed gevoeld. Fucking insane, ouwe. Je hebt gewoon echt de nieuwste, wauw. Ja, weet je wat het was? Ik dacht, ik wil gewoon één keer gewoon rustiger aandoen, maar het zit gewoon in me. Ik was aan het rijden... En ik werd zo... Ik kreeg een gevoel erbij. Ik denk, fuck it. Ook met mijn huidige situatie, weet je. Het is er gewoon helemaal goud als het kan, joh. Kijk, financieel is het niet de kwestie. Alleen ik wilde gewoon een keer normaal doen. Dus waarom ook niet? We gaan gewoon weer gek doen. Ik doe al 5 jaar gek. Waarom nu niet dan? Het wordt weer vroeg donker. Het giet en stort van de regen. Hoor dan. Jee, maar het is wel lekker voor de natuur. Het is droog geweest. Het avontuur... Was eigenlijk nog niet heel lang bezig. Maar zo jongens, is het avontuur voorbij. En daar past een heel mooi spreekwoord bij die ik heb gevonden. Als een bok op een haverkist zitten. Dat past heel goed bij het avontuur. Klaar om je doel te bereiken. Nou, het doel is bereikt. Ik ben ook klaar om het doel te bereiken. Om dat ding zo snel mogelijk in die garage te krijgen. Ik weet dat het heel cliché is om te zeggen. Maar ik ga het altijd zeggen. En ik zal het altijd blijven zeggen. Ik zit 5 november op 5 jaar dagelijks vlog. En ik heb de hele terugweg alleen maar zitten nadenken. 5 jaar geleden begon ik. En ik dacht gewoon, ik ga het gewoon wel doen. En ik zie het wel. En ik had wel verwacht dat het goed ging uitpakken. Want ik had een heel duidelijk doel voor ogen. Maar dat het zo... goed zou uitpakken. Daar had ik nooit over kunnen dromen natuurlijk. En dat is allemaal mede dankzij jullie. Dus gewoon nogmaals bedankt daarvoor. Ik heb de hele terugweg in de auto. Ik ga alleen maar zitten nadenken. Natuurlijk heb ik me er heel hard voor ingezet. Geluk is ook een factor geweest. Dat is altijd zo. Maar ook jullie support is enorm belangrijk. En dat zal altijd blijven. Dus dankjewel daarvoor. De support van mijn vrienden, van mijn familie. Het is gewoon bizar dat... ik gewoon zo enthousiast ben over een auto en dat het eigenlijk gewoon kan. Ik was gewoon heel erg mee bezig de laatste tijd. Van ja, eigenlijk wil ik gewoon een wat normalere daily. Want dit is al zo extreem. En die RS6 was natuurlijk echt helemaal extreem. En dit is ook weer zo belachelijk extreem. Ja, zolang het kan, waarom niet? Ik ben er zo fucking blij mee. Holy shit. Maar er is gewoon in een paar jaar tijd zoveel veranderd. Er is gewoon heel veel veranderd in een hele korte tijd. En ik wil mezelf gewoon constant blijven herinneren aan het feit... dat dit niet normaal is, dat dit heel bizar is en dat ik er heel dankbaar voor moet zijn. Dat dit echt moet koesteren, dat dit gewoon zomaar gewoon kan. Dat ik bij John binnenlopen gewoon die keuze kan maken. Dus dank jullie wel allemaal. Het is niet te geloven, gewoon echt niet. Belachelijk. Ik weet dat ik op mijn munten ben en dat ik ook echt gelukkig. Hey.
Ha joh! Lekker bezig, boys, hé! Ja, man. Ja. Branden, jongen. Als je in die spiegel staat, ik denk ik zeg niks. I respect them, man. Oh, dat kan ik waarderen. We wel wat anders aan het geven, maar ik ben geen kracht vandaag, man. Oké, dames en heren, dat is de vlog. Oh mijn god, dan ben ik enthousiast. Jullie gaan het allemaal zien in de aankomende vlogs. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet niet te abonneren. Zo, dat heb ik lang niet gezegd. Binnenkort de content van de RS7. En daarna natuurlijk ook heel veel content. We gaan er rallies mee rijden. We gaan mee naar Duitsland. Met mijn Lambo erbij. Misschien ook met Joël. Die heb ik misschien gehad. Wat denk je van Roy? Wat denk je van nog heel veel andere dingen? En gewoon de dagelijks natuurlijk rijden. Het wordt gewoon geweldig. Morgen om 5 uur gaan we poldersporten. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Gaan we ook weer helemaal gek doen. Morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat toppers.